En nu de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Gedurende deze periode blijft het droog weerbeeld dominant. Hoewel er een afname verwacht wordt, zal heegheid voornamelijk in het kustgebied te merken zijn. Aan het eind van de nacht ontstaat er mogelijk nevel in enkele bosrijke gebieden. Morgenmiddag is er slechts een enkele kans op een lichte bui. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen lokaal winderig zal zijn met mogelijke windstoten.